De aanleiding dat wij hier vanavond zijn is de intermediair bijeenkomst, onze jaarlijkse bijeenkomst die wij hebben. Wij vinden het heel belangrijk om onze intermediairs jaarlijks uit te nodigen om met elkaar in informele sfeer in contact te komen en met elkaar van ideeën te wisselen en te kijken nou, waar kunnen we elkaar versterken. Allemaal hartstikke welkom vanavond hier op het Intermediair Zomer Event. Ons jaarlijks evenement waarop wij jullie als intermediairs willen laten zien hoe wij jullie waarderen. Intermediairs zijn superbelangrijk. Eigenlijk waren ze dat altijd wel. Er waren wel wat verschillen in wat gebieden, maar de afgelopen periode hebben we 100% gekozen voor de intermediairs. Nou, het goede antwoord. 18 mensen hadden het goed, Peter. We hebben dat allemaal onlangs in de krant gelezen dat Mark Rutte heel graag wil dat de lonen stijgen. Maar een onderzoeker, die Wilmar Bolhuis, die toonde aan juist dat de collectieve lasten in Nederland veel harder zijn gestegen dan in de rest van Europa. De afgelopen periode hebben we de schouders eronder gezet met elkaar om echt de dienstverlening van de intermediairs te ondersteunen. Door bijvoorbeeld dingen sneller te doen, kennisoverdracht, een gezamenlijk punt in Rotterdam waarbij de aanvragen heel snel verwerkt kunnen worden. Dus we gaan er alles aan doen dat de intermediair echt proeft dat we gekozen hebben als Rabobank om hun heel goed te ondersteunen. Ja, als je intermediair wilt worden, vinden wij het heel erg belangrijk als Rabobank dat je echt een verlengde bent van onze eigen distributie. Ik zeg altijd zo, een intermediair van ons is eigenlijk ook een uithangbord. Is hetzelfde als een logo boven de deur durven hangen. Nou, daar willen wij volmondig zeg maar, het vertrouwen in hebben en weten dat het echt een partij is waar wij in geloven. Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar.